Ja, ik las het vanmorgen in de krant. Nee, heb ik niet over gehoord. Ja, ja, ik heb dat vanmorgen heel stuk in de krant, ja. Maar gistermiddag had ik visite, die hadden op zijn appje staan. Dus het was als schijnbaar overal bekend dat we de rode vlag hadden. Nou, dat zal ik je vertellen wat ik daarover denk. Wetenschappelijk gezien is er nog nooit aangetoond, ondanks heel veel grote beloningen, dat corona, het coronavirus, daadwerkelijk bestaat. He, dus in een petrischaaltje, dat ze je kunnen laten zien, zodat, kijk, dit is corona. Dus sowieso ben ik daar dus niet bang van. En waarom ik vind dat het dus nu de uitbraak in de jongerenkant is, is omdat de jongeren nu al die afgelopen maanden enorm met frustratie geleefd hebben. En die zijn zo kwetsbaar nu, zou ik maar zeggen. En die gaan nu zo met elkaar, willen ze weer alles doen. Ja, dan is de kans op besmetting groter. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Hè? Ja, jammer dat er is, maar verder. Gewoon afstand houden en ja, wat moet je nog meer doen, hè? Nou, ik hou me aan de anderhalve meter, hè, omdat dat gevraagd wordt ook. En dat vind ik op zich dan ook, moet je naar... Kijk, er zijn anders denkende mensen. Moet ik ook rekening mee houden. Dus ik ga het niet opzoeken. Ik ga het niet opzoeken, ik ga het ook niet ontlopen. Dus ja, en ik zou ook trouw mijn handen overal in die... Maar ik bedoel, alleen aan het flesje wat er staat, wat je moet aanraken om je handen te desinfecteren. Het slaat allemaal nergens op, dus... Maar ik doe het trouw mee. Probeer. Nee. Ik denk, als je je gewoon aan de maatregelen houdt, denk ik dat je er weinig kans loopt. Je hebt zoveel mensen die zo angstig zijn ervoor en zo. Dat is het ergste wat mensen kan overkomen. En wat ik vreselijk vind, al die mensen die zijn overleden zonder dat ze hun kinderen gezien hebben, hun kleinkinderen gezien hebben, heb ik dus ook niet aan meegedaan. De hele familie moet thuis blijven. En die jongen heeft corona opgelopen met zijn verloofde of meisje in Enschede gisteren. Nou, en die zit in de zorg. We moeten alert blijven, we moeten scherp blijven en we zullen onze maatregelen moeten blijven treffen. Regelmatig de handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukke plekken mijden en blijf waar mogelijk ook op afstand werken. En als je je ziek voelt, thuis blijven en je laten testen.